heb ik toch een mooie villa. Hier stond mijn villa, toch? Dat is mijn villa. Een villa waar ik leuk. Hier lijken alle villa's namelijk op elkaar. Maar vandaag ga ik weer verder werken aan mijn villa. En ik kom niet in. Ondertussen ligt hier weer eventjes heel wat mooi geld klaar. Dan klimmen we hier zo even omhoog. Dat is dus mooi. Dan kunnen we hier zo gewoon naar binnen klimmen. En dan hebben we hier natuurlijk mijn dure dingetjes. Ik heb bomen in een huis. Leaderboard. Ik heb op het moment maar zoveel geld. Jurassic Club. By stairs en by second floor. We zijn nou 1000 euro de keuken kwijt. Kijk, dit is wel echt even een moderne trap. Bij muren, want we gaan. Nou, dat kan ook. Wij gaan even naar beneden. Dan gaan we hier zo. Dit is al mijn geldproducering. En hopelijk heeft iemand eventjes. Deze machine werkt niet hard genoeg. Slaaf, ik wil een nieuwe. Oh, ik heb geen slaaf. Perfect. Ik heb genoeg geld. Ik probeer zeg maar hier op te komen, want het lukt me best wel vaak. Kijk nu weer. Joink. Dit is mijn mooie bank, mijn mega tv. En hier zit staan de prijzen die ik heb verdiend. En jullie weten het niet, maar die heb ik misschien een klein beetje gekocht. Oh, nee. Oh jongens, als die machine nou een keer doorwerkt, deze werkt ook nooit. Ik moet echt een betere hebben. Gelukkig kan ik op mijn tweede verdieping, die ik natuurlijk net gekocht heb. Want ja, ik ben op weg om een mega miljonair te worden. Kijk, die geluid klinkt heel grappig, luister. Goed, wij moeten even wachten tot we nog 500 euro hebben. Klinkt heel erg veel, maar dat is het gewoon niet. Nou, hè, dat mocht ook wel lang duren. Maar eindelijk heb ik een beetje geld. Ik doe het net alsof ik zwerf ben, maar geloof me jongens, dat ben ik niet. En een beetje geluk. Oh nee. Hier zo even opklimmen. En nog wat mooie stacks opleveren. Kijk, die dropt dan één blok. Die gaat dan naar deze upgrader. Nee. Kijk, daar is er nog één. Kijk, en die gaan dan door deze upgraden. Dus die pakken in totaal ook nog even 2 mooie upgraders. Nee. Maar ik zag net nog een heel
prijsje. Maar ik weet even niet of dat nou 1.500 euro was. Of dat nou een... weet je wat? 15.000. Ik denk dat dat ook is... Ik zit te twijfelen. Ik denk dat ik zo meteen eerst nog deze upgrade ga halen. Oh, jongens, terwijl ik mijn geld nog even laat verdienen als multimiljonair, ga ik nog even slapen op de bank. Dan! Oh. Ja, hallo. Hey, hallo. Kom binnen. Hey, man. Ja, goed, ik ben druk bezig met verbouwing. Ja, dat zie ik. Ja, vooral boven is het een bende, hoor. Vooral boven is het echt een bende. Zal ik eens gaan kijken? Ja, is goed. Mooie trap heb jij eigenlijk. Ja, paar maar 600 euro of zo. Kijk, hierboven is het echt nog helemaal in verbouwing. Ik zie het. Volgens mij... Oh, dan maak ik ook dat ik die lampjes moest kopen. Maar nee hoor. Nee hoor. Nou, maar kijk, hier zo wordt al mijn geld geproduceerd. Oké. Nice. En wat was ik hier opgestaan? Ah, Wilbert! Wilbert? Kijk, hier zo wordt ook nog geld gemaakt. Misschien in mijn... Ja, ik kom er nooit langs. Ik ben niet te groot. Sam? Ik ben zo weer terug. Ben je even iets thuis ophalen? Ja, ik ben mijn telefoon vergeten. Ah ja, dat is rot. Hey, tot zo. Tot zo. Mijn poort is tenminste dicht. Altijd handig. Was dat een autocrash dat ik net hoorde? Het zal maar mij liggen. Ik ben vandaag ook niet helemaal wakker eigenlijk. Misschien moet ik zo meteen even gaan zwemmen. Misschien frist dat mijn neus op. Ik vond het zo vaak in, hè. Moet. Nee, ik kom naar boven. Ja. Maar goed, maar ik zal even verder gaan boven met verbouwen. Want daar moet nog een hoop gebeuren. Ik hoor iets om... Hallo? Hey, Rob. Dirk. Hey. Ik had eigenlijk zin, of tenminste, heb jij zin om vanaf bij mij te komen eten? Ja, ik zit nu midden in verbouwing. Ik moet even nog voor het werk doen, maar daarna kan ik wel komen. Morgenavond dan? Kan vanavond ook wel, maar ik moet nou nog even gaan wat afmaken. Dat is zo gepiept. Oké. Tot zo. Goed, we gaan er zo meteen lekker gezellig bij Sam eten. Hoeveel money's hebben we nu nog? We hebben nu nog 8.000. Maar goed, we gaan nou lekker naar Sam toe. Ik bedoel, die zorgen zijn voor later. Oftewel vanavond. En nou even op zoek naar ons huisje van Sam. Sam! Hey, ben je even druk bezig in de garage? Ik ben net klaar, man. Oh, mooi. Hey, we wonen wel vlakbij, zeg. Ja, zeker wel. Hey, maar is het eten al klaar? Ja, dat is al klaar, ja. Kom mee. Oh, lekker. Wat eten we? Slaapwinkel met aardappelstamp. Oeh, lekker. Oh ja. Zo zou mijn huis er ook uit moeten komen te zien. Ja, hey. Als goed is wel. Hé, deze inrichting heb ik ook. Dat is heel toevallig. En die trappenhoek? Ja, maar dat wist ik al. En die trofeeën, die heb ik ook.
Dat is van de nationale blokje al wacht, toch? Ja, hey, ik moet even naar de wc. Loop ik nou in mijn eigen huis rond? Nee, waarzo? Omdat alles wat hier staat, staat ook in mijn huis. Dan hebben we gewoon precies hetzelfde huis. Heb je dit ook allemaal gehad bij de IKEA? Ja. Ja, en die bedden, want die heb ik net besteld, maar die komen maar niet binnen. Kom maar mee, dan kun je kijken. Ik ben onderweg, hoor. Oh, hier zo. Ja, ze... Oh, dat schilderij. Dat zou ik ook wel willen hebben. Dit bed? Ja, die heb... Waar heb je die gehaald? Ja, bij de IKEA. Ja, ik ook. Maar die lampen die heb ik bij de leenbakken gehaald. Ik ook. Nou, die kon je ook bij de IKEA halen, hè? Precies met hetzelfde. Ja, met 20 euro korting. Op de leenbakker? Of van? Van de leenbakker. Hey, maar ik zit. Oké, ik kom eraan. Dan laat ik het eerst nog even... Helemaal goed. Lukt het een beetje? Nou, ik zou zeggen, tas toe. Oeh, lekker zeg. Sorry, dat was mijn mes. Sorry, dat was mijn ringtoon. Dat was nog een keer mijn ringtoon. Kijk eens wat voor een mooie telefoon ik heb trouwens. Ik heb een zwaard telefoon. Super nieuw. Zie je dat? Ik heb gehoord dat deze ook echt aanvoelt als een zwaard. Wil je hem eens voelen? Nee. Auw. En hoe voelt hij? Hoe voelt hij, Dirk? Dirk? Ik ben wakker. Was het maar een droom? Ik weet het niet. Maar goed jongens, dit was dan weer een hele fijne dag. We hebben flink wat vooruitgang geboekt. We hebben nou ook hele mooie lichtgevende blokken. En ik vond het heel gezellig dat Sam erbij was. Behalve dat laatste, dat die telefoon die hem... Ik ben nou zeker benieuwd of hij aanvoelt als een echt zwaard. Ja, die voelt echt aan als een echt zwaard. Oh, echt? Heb je nog meer vragen? Heb je nog meer domme, gekke, ja, hoe voelt rare... dat in je lijf? Moet ik dit bij jou gaan doen? Oké. Okay. Nou, mooi niet. Doei. Tot. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, klik op duimpje omhoog. Abonneer even. Zou ik hartstikke leuk vinden. Abonneer ook even op Sam's kanaal. Die heeft volgens mij sinds een half jaar weer eens een keer een video geüpload. Toch? Nog niet. Nog niet, maar waarschijnlijk wanneer deze video online staat. Een paar minuten later ook. Ook. Of een paar minuten eerder. Weet ik veel. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie... Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, klik op dat duimpje omhoog. Oh ja, en trouwens waarom we niet veel hebben geüpload is YouTube. En het was uit de nieuw. En... School. Dat zeg ik net. En de feestdagen en weet ik veel wat. Dus ik dacht van met kerst ga ik niet uploaden. En ik wacht even een paar weken. Want voor mij werd het ook gewoon te veel. Elke dag een video. Dus daarom hadden jullie even 3 weken geen video's. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus ja, wacht met ze. In ieder geval, ik hoop dat ik je nog een keer zie bij een video. En anders niet. Dikke doei. Dikke later.